Het ziet er echt super leuk uit. Kijk, mijn blij zijn. Helemaal fancy Nancy. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina en ik ben zoals gewoonlijk weer heel erg excited om mijn nieuwe aankopen met jullie te delen. Dit keer heb ik een aantal spullen voor mijn keuken gehaald, want ik ben van plan om bepaalde dingetjes opnieuw te organiseren. En naast dat heb ik een aantal decoratie-elementen gehaald om een klein beetje extra sfeer in huis te brengen, want de herfstmaanden komen eraan en ik moet eerlijk zeggen, ik haal op zich wel van de herfst. Niet per se het weer, maar wel alle cozy vibes. De herfstkleuren vind ik ook helemaal top. Dus ik kan niet wachten om alles met jullie te delen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst vragen of je al geabonneerd bent op dit YouTube kanaal. Zo niet, klik dan zeker op het abonneerknopje en geef ook vooral deze video een duimpje omhoog. En laten we maar snel met de shoplog beginnen. Ik heb maar liefst 2 volle tassen. Het lijkt alsof ik enorm veel heb gehaald. Dat valt redelijk mee. Het zijn voornamelijk grote artikelen. Laten we maar snel beginnen. Laten we beginnen met het eerste item. En dat is een koelkast organizer. Toen ik in de winkel stond, dacht ik, oké, past dit wel in mijn koelkast? Ik heb het helemaal niet opgemeten. Maar ik ga het op de gok wagen. En anders ga ik het voor iets anders gebruiken. Ik vond dit zo handig, want ik heb altijd al mijn dingen los in de koelkast liggen. Dus vandaar dat ik dit heb gehaald. En dit kostte €3,98. Dan heb ik deze voorraadboxen. Hier kan je vers eten in stoppen en er kan 1300 milliliter in. En hiervan heb ik er niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 al gekocht. Ik dacht, laten we gelijk inslaan. En deze waren €2,49 per stuk. De Action heeft echt verschillende soorten voorraadpotten, voorraadblikken, voorraadopbergsystemen. Maar de reden waarom ik deze heb gekocht is omdat ik de sluiting heel erg chill vind. Je aan 2 kanten een sluiting. En dan kan je hem ook heel makkelijk open en dicht doen. En komt er ook geen lucht bij. En naast dat vond ik het op de een of andere manier best wel luxe uitstralen. En dat was nog niet alles. Ik heb van dezelfde lijn ook de kleinere variant gehaald. Hier kan 700 milliliter in. En ik ben van plan om hier mijn verse koffie en thee in te doen. Ik heb het nu in glazen potten, maar ik merk dat ik heel erg onhandig daarmee ben. Ik heb het al een paar keer laten vallen. Ik heb een paar keer opnieuw gekocht. Nee, weet je, we gaan gewoon voor kunststof. Dat is misschien voor mijn geval wat handiger en praktischer dan glazen potten. Maar hier kan je ook eventueel nootjes of andere dingen in doen. Maar ik ga het voor mijn koffie en thee gebruiken. En die kostte €1,99. Omdat ik mijn keuken toch een kleine make-over ga geven, heb ik ook deze snijplanken gehaald. Het zijn officieel tapasplanken, maar je kan het ook als snijplank natuurlijk gebruiken. Maar ik vond dit er zo mooi uitzien. Helemaal nog in het plastic. Dit kostte €4,98 en dan heb je 4 plankjes en zo'n houder. Het ziet er echt super leuk uit. Dus ik ben heel blij dat dit op mijn netvlies is gevallen. Dan heb ik een kruidenrekje. En ik word helemaal blij wanneer opbergsystemen er leuk uitzien. Ik ben een interieurliefhebber, maar ook een opbergliefhebber. Dus als die twee combinaties goed samengaan, dan maak je mij al helemaal gelukkig. Hier kan je even kijken. Oh, 8. Hier heb je 8 verschillende potjes waar je dus verschillende kruiden in kunt doen. Super handig. Prijs viel ook echt mee. Het was €6,95 en dan heb je een heel systeem. Oké, ik moet wel heel voorzichtig doen op dit moment. Oeh, het is van metaal. Oeh, cute. Hieronder heb je een plateautje waardoor het dan draait. Dus het is een kruidencarousel. Wat leuk. Kijk, mijn blij zijn. Oh, dit ziet er zo satisfying uit. Ik vind zulke potjes veel leuker dan zeg maar de originele kruidenpotjes of kruidenzakjes waar kruiden in de supermarkt in komen. Want ik vind dat zo niet er mooi uitzien. Dan gaan we over naar de decoratie items. Ik heb 2 keer van deze katoenbollentakken gehaald. Want het leek me leuk om dit in een vaasje te doen en ook in mijn keuken te plaatsen. Dit kost €2,49 per stuk. Dan heb ik een vaasje gehaald en mijn idee was om dus dit ding in een vaasje te stoppen. Ze hadden niet echt lange vazen waar dit in kon. Kijk, dit is de tak is natuurlijk veel te lang. Dus ik dacht om dit om te buigen als dat lukt. En anders
zoek ik wel een paarsje in huis. Ik vond de kleur heel erg mooi. Ook bij het herfstthema passen. Want ja, bruine tinten komen altijd wel van pas. Want voor de mensen die mij lang en al vandaag kennen, hou ik ontzettend veel van deze natuurtinten. En anders komt dit er gewoon ergens leuk naast te staan. Maar dit vaasje was €1,49. Dan kunnen theedoeken in de keuken ook niet ontbreken. Natuurlijk heb ik ervoor gekozen om een beetje wat herfstachtige kleuren te nemen. Ik heb nu echt zwart-witte theedoeken. Niet heel boeiend. Maar ik vond deze wel een stuk leuker. Dit kostte €2,49. Even dubbelcheck. Oh nee, €2,99. En dan heb je van 100% katoen, bassen. Allemaal leuke informatie erop. Superleuk dit. Dan heb ik een pompoen. Wat schattig. Ik zag dit en denk, ach, ik kan die niet laten liggen. Ik vind het veel te leuk. Deze pompoen was €1,27. Heel erg subtiel. Ik hou wel van herfstachtige decoratie. Maar het hoeft van mij niet heel erg overheersend te zijn. Dus zoiets subtiels als een pompoenetje. Ja, dat maakt me heel erg blij. En dan nog een ander decoratie-element. Een schaaltje in een vorm van een blad. En deze was €1,67. En waar ik aan zat te denken is om dit schaaltje te gebruiken als een schaaltje voor je theezakjes. Ik vond dat wel een leuk idee. Je kan het ook gewoon ergens neerzetten als gewoon decoratie-element. Maar ik dacht, laat ik het multifunctioneel maken. Ik ga nooit, maar dan echt nooit de action uit zonder dat ik een geurkaars heb gekocht. Oké, nou. Af en toe komt er wel eens voor. Maar 9 van de 10 keer koop ik daar altijd een geurkaars. En deze ruikt zo lekker. Dit is in de geur Warm Cinnamon. Ik weet niet zeker of ik het echt naar kaneel vind ruiken. Misschien als ik hem aansteek dat de geur beter, zeg maar, meer aanwezig is. Als ik zo mijn ogen dicht doe en ernaar ruik, ja, dan moet ik al gelijk aan de herfst denken. En als ik zo nu naar buiten kijk, is het nog zomer. Het is hartje zomer, het is echt veel te warm buiten. Deze kostte trouwens €3,99. Dan heb ik een super mooi glas met een goud randje aan de bovenkant. Helaas hadden ze bij mijn action hier nog maar één van. Want ik had hier wel meer van willen halen. Dus waarschijnlijk dat ik binnenkort even kijk of ze er nog meer van hebben. Maar ja, het assortiment bij de action gaat heel erg snel. Er zijn wel soortgelijke glazen. Dat hadden zeg maar zulke whisky glazen. Nog wel, maar dan zonder gouden rand. Misschien dat ik die wel ga kopen. En deze was €0,99. En deze heb ik niet zomaar gekocht. Want ik had namelijk een ideetje. Ik heb hier 2 houten plankjes. De reden waarom ik er 2 heb is dat ik niet kon kiezen qua kleur. Ik heb een houtkleurige en een zwarte. En het idee was dus om dit te gebruiken als dienblad voor mijn koffie, mijn thee. En dan hier een koekje of zo op te plaatsen. Super leuk. Lekker cozy ook wel. Alleen ja, ik wilde meer van deze glazen. Zodat ik ook eventueel mijn gasten, mijn huisgenoot, mijn vriend hier blij mee kon maken. Zeg maar als ze hier op bezoek komen. Even denken, het onderbord kostte €1,99. Dus super leuk. Ja, je kan dit voor alles gebruiken. Je kan er ook allemaal decoratie-elementen op doen. Maar ik ga het als een soort van dienbladje gebruiken. Zie je het al voor je? Helemaal fancy Nancy. Nu wordt het tijd om alles in mijn keuken te plaatsen en alles te herorganiseren. Zo, dit was dan de video. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je misschien een beetje inspiratie hebt kunnen krijgen van mijn nieuwe aankopen. Laat vooral hieronder in de reacties weten wat jij het leukst vond uit deze video. Welk item je ook gaat kopen. Mocht je nou hebben genoten van deze video, doe dan vooral dat duimpje omhoog. En heb je nog niet op het abonneerknopje geklikt, doe dat dan vooral. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!